Goedenavond. Goedenavond. U bent hier omdat u naar een voorstelling bent geweest. Welke voorstelling was dat? Twee zielen, drie levens, zes mensen. Kan je in een paar woorden samenvatten waar de voorstelling over ging, nu je het gezien hebt? Twee zielen die elkaar in drie levens elke keer opnieuw ontmoeten. Het is opgedeeld in drie fragmenten eigenlijk. Ja, dus inderdaad drie verschillende tijdskaders. Een beetje renaissance, dan hè, de Eerste Wereldoorlog en dan begin van de 21ste eeuw. Ja, de vragen van het leven, hè, waar dat de mensen mee zitten, waar dat ze zich mee bezig willen houden, denken te houden. Waarom ga ik naar mijn werk en sta ik überhaupt op? Kan jij daar een antwoord op formuleren? Voor mezelf? Ja. Ik denk dat dat wel voor iedereen anders is. Hè? Ja, maar je mag dat heel persoonlijk maken. Ik loop daar eigenlijk niet zo mee rond, omdat ik voel voor mezelf dat wel duidelijk is waarom we hier zijn. Op aarde dan. Ik denk dat we allemaal acteurs zijn in ons eigen leven en dat het aan ons is om ons te ontwikkelen als mensen. Ik vond dat er heel veel gezegd werd, heel veel woorden werden gebruikt voor dingen die misschien niet zo heel veel woorden nodig hebben. Er waren continu dingen waar je over kon nadenken, waardoor ik eigenlijk vond, allee, voor mij, dat het stuk soms heel snel ging en dat ik soms afhaakte omdat ik over andere dingen was aan het nadenken. Ik vond de acteursprestatie wel heel goed. Dat heeft me wel kunnen pakken, maar ik vond het te veel. Ik vond dat de mensen nu buiten gaan met heel veel levensvragen of heel veel vragen in het algemeen over van alles. Maar gaan we er dan niet steeds te ver in? Gaan we niet steeds te diep in dat denken, in dat mentaliseren van alles? Terwijl dat antwoord misschien gewoon veel dichter bij ons ligt. Wat een schone gedachte. Dus eigenlijk... Zet je er een beetje mee aan het lachen? Nee, absoluut niet. Ik ben helemaal mee. Want zo begint de voorstelling natuurlijk. Het is een vrouw uit de Renaissance die aan het publiek vraagt. Zijn we al tot meer inzicht gekomen in het universum en in onze verlangens? Ik denk dan nee. Ik weet niet hoe jij daarover nadenkt. Ik denk dat ze misschien in die tijd misschien wel dichter bij zichzelf stonden dan nu. We hebben nu zoveel om ons af te leiden van alles, van de waarheid. Er gebeurt zoveel. Er is zoveel informatie. Er is zoveel kennis. Zoveel bullshit om ons heen. En ja, vroeger was dat er veel minder, denk ik. Hoe heb je de muziek ervaren? Die muziek past er goed bij. Dat is, ik vind het een heel goed ensemble ook. En ik vind het mooie muziek. In het begin was ik heel oordelend over de muziek. Die dat mij niet helemaal in de sfeer bracht van de dialoog. Omdat het eigenlijk niet echt een westerse sfeer was dat ze brachten. Het is zo de sfeer van het Oosten opwekt. En inspireert eigenlijk wel. Ik heb heel hard genoten van de muziek. Het is vooral percussie. Maar het is een heel basis is instrumenten en dan, ik vind dat wel heel krachtig. Met welk gevoel ga je nu naar huis na het zien van die voorstelling? Toch wel een vorm van tevredenheid. Maar ook wel iets van dualiteit. Omdat ik heb ook met verschillende mensen gesproken en het wordt heel anders ervaren. Met een gevoel dat er heel veel vragen zijn waarover dat ik kan nadenken. Ik ga naar huis met het idee van dit was geen ongelofelijke meerwaarde aan mijn leven. Ik vind het wel fijn dat ik eens iets anders op een avond heb gedaan. Het is leuk om die mensen te zien acteren. Ze zijn duidelijk bezig met hetgeen dat ze het liefste doen. En ik denk dat je op die manier het dichtst bij jezelf gaat staan. En dat ze op die manier al die vragen die ze hebben, die duidelijk ook van hun komen, dat ze die zelf het beste gaan kunnen beantwoorden. Fantastisch. Wat een mooi moment. Wat een schoon einde. Ja, ik ga straks op de trein. Ga ik alleen maar aan jouw woorden denken. Oké. Ik meen tof. Het, echt waar. Kijk, kijk goed. Super. Geniet nog van je avond. Ja, goed aan de buurman. Ja, zal ik en doen. En tot de volgende, misschien, wie weet. Oké, tot gauw. Doei.